We staan hier bij Maritiem Rotterdam. We gaan een kijkje nemen in het museum bij een tentoonstelling over bootvluchtelingen. Ja, mijn naam is Charlijn Uits. Ik werk in het Maritiem Museum Rotterdam op de afdeling Marketing en Communicatie. En kunt u vertellen wat we hier doen nu? Ja, we staan hier op de tentoonstelling Bootvluchtelingen. Het is een tentoonstelling die eigenlijk het verhaal in kaart brengt van hoe vluchtelingen eigenlijk hun vaderland achter zich laten om te vluchten voor bijvoorbeeld geweld of slechte economische omstandigheden. We hebben op de tentoonstelling het verhaal in kaart gebracht van twee groepen vluchtelingen, bootvluchtelingen. De Vietnamese en de Senegalese, of de Afrikaanse vluchtelingen eigenlijk. Mensen staan er niet bij stil eigenlijk. Die Afrikaanse buurman of die collega die we kennen uit Vietnam, hoe komen die eigenlijk hier in Nederland terecht? Nou, en dat proberen we eigenlijk met deze tentoonstelling te vertellen. Dus juist heel duidelijk het verhaal van wat voor reis ze hebben moeten afleggen en wat hun beweegredenen waren om hun eigen vaderland te verlaten. Nou ja, dit is dus de zogenaamde Cayuco-boot. Er zijn dus grotere en kleinere boten. Ik moet trouwens zeggen, dit is de Patera. Dat is de kleinere variant van de Cayuco-boot. En Cayuco-boten kunnen wel zo'n 40 meter groot zijn. In die kleinere boten, dus deze, zouden dus ongeveer iets van 15 mensen officieel kunnen. Maar in werkelijkheid zit die vaak overvol. 30 of misschien zelfs nog wel meer mensen. Wat heel leuk te vermelden is, dat we op 10 februari organiseren een debat. En daarbij zal een Vietnamese vluchteling zijn verhaal vertellen, maar ook een oud voormalig stuurman eigenlijk van Netlloyd. Iemand van de rederij Canada Reefer Lines. En die hebben Momentum Scan, dat is hun schip, die kwam vorige week in het nieuws. Die hebben 241 bootvluchtelingen opgepikt bij de kust van Corfu. Daaraan kunnen we ook illustreren hoe actueel eigenlijk het verhaal vandaag de dag nog is. En als laatste zal ook Politica Albayrak ook aanwezig zijn. En die zal dan vanuit het politieke aspect het verhaal toelichten. Hoe zij daar tegenaan kijkt. Zo proberen we op allerlei manieren eigenlijk het verhaal in kaart te brengen. En iedereen is daarbij welkom. Dus iedereen is van harte uitgenodigd. En kan op onze website terugvinden hoe ze zich kunnen aanmelden voor het debat.